En goedemorgen allemaal bij de ochtendworkout van donderdag om 7 uur. We gaan zo meteen even rustig beginnen met een paar rek- en strekoefeningen om het lichaam even eigenlijk wakker te maken. De meesten zijn denk ik net uit bed, dus we gaan even goed rek- en strekken. En dan gaan we daarna beginnen met een aantal rondes van oefeningen voor de workout van vandaag. Nou, mag je gewoon schouderbreedte staan. Op je plek rustig twisten met je torso. Niet heel heftig te doen, een heel klein beetje een twist dat je al voelt in je rug en in je buikholte is al meer dan genoeg. Mag je rustig met gestrekte armen naar voren zwaaien. Dan gaan we achteruit. Hou je armen gestrekt. Welkom, Rianne. Dus blijf de armen bewegen. Rust. Heel rustig. Met de nek. Van links naar rechts. Dan maak je rustig cirkels, linksom. En rustig rechtsom. Yes, strek je armen voor je uit en breng ze naar het plafond. Dan probeer je met je handen eigenlijk net toch voorbij de rechte rug te gaan, dat je eerst even de wervelkolom goed strekt. Vanuit hier breng je handen rustig omlaag, benen gestrekt en dan laat je gewoon hangen. Je hoeft niet je tenen aan te raken of de grond. Laat je bovenlichaam gewoon hangen. Dat je even een rustige stretch voelt in je hamstrings, in je kuiten. Alles beetje bij beetje gestrekt wordt. Vanuit hier lopen we rustig naar voren. Naar een plankpositie. En vanuit hier breng je je hoofd tussen beide armen. En dan gaan we met duimen omhoog. Probeer je hakken in de grond te duwen, zo ver als je kan. Kom je terug. Plank. Kijk recht omhoog. En nog één keer terug naar downward dog. Dan probeer je hier één voor één je benen te buigen. Dan ga je merken dat het gestrekte been een veel diepere stretch voelt. En druk ook daarbij je kuiten of je hakken echt de grond in. Een keer aan beide benen. Yes. Dan trekken we de linkerbeen in. Dus gaan we echt in een lunge-positie staan. Maak je je rug recht. Hou je dit vast? Gaan we nog een paar seconden. Mijn linkerbeen is voor, dus ik twist naar de linkerkant. Dan voel ik een diepere stretch in mijn rechter hipflexor.
Rust, breng jezelf terug naar de voorste en wissel van been. Nu hebben we de rechterbeen voor. Ja, rustig, rechtop. En ondertussen weer mee. Naar de rechterkant, houd het vast. Terug. Mag je naar de volle steun. Plaats je de knieën neer. En dan ga rustig met de billen naar achteren. En hou je armen gestrekt voor je. Breng je heupen naar de grond. En kijk recht omhoog. En nog één keer terug. En rust. Oké. Hebben we het hele lichaam een beetje gestretched. Dus nu is die goed open. Even kijken. Ik ga de tijd starten. Voor vandaag hebben we in totaal 12 rondes. Elke ronde bestaat uit 1 minuut. En na elke minuut krijg je 30 seconden rust. Zometeen gaan we met de allereerste oefening beginnen. En dat is de squat jacks. Dus eigenlijk in plaats van de normale jumping jacks doen we squat jacks. Dus je squat op je plaats. Squat, spring en terug. Yes, dat wordt de eerste oefening. Ga ik de tijd starten en dan gaan we lekker beginnen aan de workout van vandaag. Oké, in 3, 2, 1, squat jacks. Yes. Let op bij het squatten dat je niet te veel met je knieën naar voren komt. Jullie willen echt naar achteren. Rustig tempo. Yes, keep going. Nog 10 seconden. En rust. Yes. Schud de benen goed los. Dan gaan we zo meteen naar de volgende oefening. Daarbij begin je in een squat van schouderbreedte. En dan vanuit hier gaan we naar een curtsy lunge. Dus je gaat een achterwaartse lunge doen. Niet recht naar achteren, maar je gaat voorbij, rechterbij. Kom je terug naar een squat, dan ga je aan de andere kant. En go. Dus squat, lunge, curtsy, lunge noemen ze het ook wel. En terug naar de squat. Je hoeft hier niet superveel tempo om te gooien. Het gaat erom dat je de juiste techniek aanhoudt, zodat je ook de juiste spieren aan het gebruiken bent. Squat en lunge. Deze ga je vooral voelen in de bovenbenen en in de bilspieren. Nog 10 seconden. En rust. Yes. Schud de benen goed los. Gaan we nu over
begin je ook op je plaats. Schouderbreedte in de squat. En wanneer je omhoog komt, dan kicken we eerst naar rechts omhoog. Ga je terug naar je squat. En dan trap je met links. 3, 2, 1 en go. Wanneer je die sidekick geeft, hou je lichaam in één lijn. Dus ga niet helemaal buigen, maar probeer echt je rug recht te houden. Alle tijden is je rug eigenlijk altijd recht. Mocht je twijfelen of je rug recht is, dan herinner jezelf dat je eigenlijk met je borstholte naar voren duwt en je stuit je zoveel mogelijk naar achter. Nog 10 seconden. Kom op. Ga je voelen, je benen willen. En los. Oké. Schud de benen goed los. Leg ik alvast de volgende oefening uit. Hiervoor mag je naar de grond. Gaan we in een volle steun beginnen. En dan vanuit hier. Trek je je knieën in tot 90 graden. Kom je terug naar de volle steun. Push-up. En terug. En doe maar mee. Wanneer je teruggaat, mogen je knieën de grond niet raken. Dus je gaat echt terug. 90 graden met je benen, maar je knieën raken de grond dus niet aan. Keep going. Nog even. Tien seconden. En los. Oké. Schud de armen even los. Laat de benen ontspannen. Voor de volgende oefening gaan we zo meteen ook terug in de volle steun. En dan vanuit hier trek je één knie in. Langzaam een mountain climber. En dan strek je hem helemaal uit terwijl je naar downward dog gaat. Strek je knie in en strek hem uit omhoog. En go. Dit doen we alleen. Met de rechterbeen eerst. Volgende ronde doen we dat met de linkerbeen. Strek je knie in. En leg raise. Hiermee train je je armen, schouders, buik, benen en vooral ook je bilspieren. Je rechterbilspier is on fire als je echt goed helemaal uitstrekt en je hak ook echt de lucht in probeert te duwen. Nog 10 seconden. En los. Oké. Schud de armen goed los. Nu gaan we dus naar dezelfde oefening, maar dan doen we het met de linkerbeen in plaats van de rechterbeen. Oké. Gaan we rustig naar de volle steun. Je tenen, trek je knieën in en strek het helemaal uit.
Kom maar. Nog even. Volhouden. We zijn er bijna. Nog 10 seconden. En los. Oké, ga lekker staan. Schud de been even goed los. Schud de armen goed los. Gaan we voor de volgende oefening planken op de ellebogen. En dan vanuit hier maak je eigenlijk een soort van T-vorm. En dan doe je het ook voor de andere kant. En go. Elke keer als je je armen strekt naar de lucht, dan kijk je ook echt naar je hand die omhoog wijst. Zo kun je ook beter je balans houden. Dan hou je de spanning ook in je buik. Netjes. Als je het idee hebt dat het moeilijk is om naar je handen te kijken omhoog, mag je ook gewoon naar de grond blijven kijken. In één punt kun je je balans ook houden. Oeh, en los. Oké. Schud de armen goed los. En dan mag je zo meteen op je rug gaan liggen. Gaan we naar de volgende oefening. Oftewel de dead bug. Doe de kakkelak. Vanuit hier. Hou je armen gestrekt. En dan strek je de tegenovergestelde arm met de tegenovergestelde been. En je schouders en je hoofd zijn van de grond af. Dus ik strek mijn rechterbeen met mijn linkerarm. Rechterarm met mijn linkerbeen. Kijk recht naar boven. Het enige wat op de grond leunt op dit moment is mijn onderrug. Netjes. Testen we ook gelijk even de motoriek de vroege ochtend. 10 seconden nog. Oeh, en los. Blijf lekker zitten op je billen. We gaan zo meteen weer verder ook op de grond. Oké. Voor de volgende oefening. Hou je handen achter je oren. Maak je helemaal klein. Dan strek je ook de benen uit. En go. Strek de benen uit. Maak je helemaal klein. En weer uitstrekken. Wanneer je klein maakt, probeer je ook echt je ellebogen tegen je knieën. Of je bovenbenen aan te drukken. Strek je helemaal uit. En de. Los. Zo, die voelde ik. Oké. Dan mogen je voor de volgende oefening benen strekken
armen gestrekt. Je maakt eigenlijk een soort van X met je lichaam. Zijn benen zijn ook uit elkaar, armen zijn uit elkaar. Dan breng je tegenovergestelde been met arm in het midden omhoog. En dan wissel je af naar de andere kant. Oftewel de starfish. En go. Dus op. En op. Rechterbeen, linkerarm. Linkerbeen, rechterarm. Kijk, rechter omhoog. Nog 10 seconden. Oh, en los. Oké, vanuit hier mag je even voeten bij elkaar houden. Armen gestrekt achter je hoofd. Laat je bek even ontspannen. Terwijl jullie ontspannen, leg ik even de volgende oefening uit. Hiervoor begin je op je ellebogen. Doen we 3 plank jacks. 1, 2, 3. En dan ga je op je handpalmen. 1, 2, 3. En go. Ellebogen. 1, 2, 3. Op je handpalmen. 1, 2, 3. En op je ellebogen weer. 1, 2, 3. Je bek ontspannen. Hebben we nog 1 laatste oefening. Dit is de boat hold. Wat daarmee bedoeld is benen strekken. Laat je ze zakken tot het punt waarbij je echt tot aan je onderbekspier voelt. Strek je armen uit en hou vast een minuutje. Kijk recht omhoog. En hou het goed vast. Concentreer je op 1 punt. Let niet op de verzuring. Hoe meer je gaat denken aan de verzuring, hoe erger je het gaat voelen. Dus kijk naar 1 punt. En hou je gedachten stil. Als je merkt dat je heel veel spanning hebt in je nek, mag je je nek vasthouden en dan hou je je buik aangespannen. Nog 10 seconden. En rust. Oké, strek je benen uit. Armen achter je hoofd. Doe je ogen dicht en adem diep in door je neus en rustig uit door je mond. Probeer je 3 keer voor jezelf te doen. Dan gaan we adem in.
Oké. Okay. Kom rustig op. Hou je benen gestrekt. Trek je tenen naar je toe. Probeer je tenen vast te houden. Neem je borstholte naar voren. En hou je rug echt recht. Het is heel belangrijk dat de knieën naar je toe getrokken zijn. En niet of je je tenen kunnen aanraken, ja of nee. Stretches voor je benen. Yes. Komen we rustig omhoog. Mag je zo breed als je kan met je benen staan. Tenen wijzen recht naar voren. En dan gaan we rustig omlaag. Hou je linkervoet vast. Dan voel je dat de stretch dieper in je kuiten gaat zitten. Knieholte. En wissel naar je rechtervoet. Yes. Breng je handen naar het midden toe. En dan probeer je met je benen iets breder te staan als net. Neem je billen naar achteren. Hou je rug recht. En pauzeer even in de stretch. Je hoort alleen in de rechter voelen. Dus als je echt pijn voelt, dan moet je iets terugkomen met je benen. We gaan echt alleen voor de rek. Spring je benen rustig terug naar elkaar. Hou je tenen naar buiten. Je hoeft de voeten niet gelijk bij elkaar te brengen. Je laat je tenen naar buiten wijzen. Knieën ook. En houd je even vast. Probeer met je ellebogen. Duw je eigenlijk je knieën naar buiten. En dan probeer je met je billen zo laag mogelijk te zakken. Houd je ook even vast. Rust. Oké. Schud de benen nog even los. Neem nog even de armen mee. En wisselen. En los. Oké. Nou, een applausje voor jezelf en voor elkaar. Ik ben weer helemaal wakker. Ik hoop jullie ook. En ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Ik dank jullie voor de aandacht. En nog een hele, hele fijne dag verder. Maak er een leuke dag van. En ben lekker productief. Dan zie ik jullie snel weer bij de volgende workout. Eigenlijk zat vanavond al, full body Tabata workout. Dus als je zin hebt om 2 keer te trainen, dan zie ik je dan weer. Nog een hele fijne dag en tot snel. Dankjewel. Graag gedaan.